Van harte welkom op deze bijeenkomst voor gemeenteraadsleden, leden van Provinciale Staten en leden van de Algemene Vergadering van Waterschap Zuiderzeeland. Deze informatiebijeenkomst is bedoeld om u mee te nemen, bij te praten over de regionale samenwerking en de samenwerking tussen onze mooie regio en het Rijk als het gaat over Samen maken we Flevoland. We vinden het echt heel erg fijn dat u hier bent gekomen op een bijzonder moment. Bijzonder omdat we misschien toch nog een nieuwe regering gaan krijgen, waar een soort van nieuwe koers gaat, dat hebben ze beloofd, we gaan het anders doen. Dat betekent dat op een aantal belangrijke terreinen belangrijke beslissingen genomen gaan worden. En wij, kort gezegd als Flevoland, willen daarbij zijn. Maar ik denk dat het wel goed is om nu samen ook met volksvertegenwoordiging en bestuur samen te kijken hoe we deze jonge, actieve provincie goed samen een geluid kunnen gaan geven. Hoe we de bestuurlijke samenwerking kunnen intensiveren door ook als volksvertegenwoordigers hier intensiever met elkaar op te gaan trekken. Samen maken wij Flevoland. Wij willen natuurlijk heel graag met het Rijk in gesprek. Maar dat betekent ook dat wij tegen het Rijk kunnen zeggen wat voor ons belangrijk is, waar onze kansen zitten, maar ook waar wij zorgen over hebben. Het gaat dus wat mij betreft veel meer om het verhaal van de regio. En niet om wat die gemeenten allemaal zo goed individueel kunnen. Want ik zeg altijd, wat goed is voor Dronten, is goed voor Almere. Wat goed is voor Urk, is goed voor Noord-Oostpolder. Dus het moet niet een optelsom zijn van wat we individueel allemaal willen of zouden willen bijdragen aan Nederland. Maar wat kunnen wij als geheel bijdragen? Dat de kracht van Flevoland er gelegen is in het feit dat wij de corridor zijn tussen twee enorm grote regio's, dan wel groeiregio's in Nederland, namelijk de metropoolregio Amsterdam en de regio Zwolle. Vertrouwen en vertrouwen, dat betekent dat je elkaar ook maximaal inzicht moet geven, transparantie moet schenken in alles. En samen op moet trekken en verschillende belangen af moet wegen. En daarbij moet je natuurlijk ook beseffen, dat vind ik altijd belangrijk om te benadrukken, en dat zal meneer Gebben bij de inleiding ongetwijfeld ook bestempeld hebben, als iets goed is voor Almere, is het over het algemeen ook goed voor Urk en ook algemeen goed voor Noord-Oostpolder. Wat mij betreft wel één kant van de medaille tegelijkertijd. Als je met elkaar samenwerkt, moet je ook zorgen dat er voor iedereen wat in zit. Volgens mij het tekent zich er vooral een rode draad af. Ik vond het mooi om te zien dat op het moment dat er prioriteiten worden benoemd en we het er daarna over gaan hebben, de volksvertegenwoordigers zich ook echt de politieke volksvertegenwoordigers tonen die ze zijn. Ze delen hun opvatting over wat eruit is gekomen en maken al persoon van de gelegenheid gebruik om ook dat naar voren te brengen wat volgens hun op één had moeten staan. En dat onderstreept volgens mij de noodzaak om dit gesprek ook daadwerkelijk met de volksvertegenwoordigers te voeren. Die het gestalte geven aan een samenwerkingsagenda in Flevoland is niet iets wat de bestuurders, de wethouders, de dijkgraven, de gedeputeerden tot hun eigen domein mogen rekenen. Dat kan alleen maar op een goede manier gaan als dat in interactie gaat met de volksvertegenwoordigers. Want dat zijn uiteindelijk wel gewoon onze politieke bazen. En voorzien wat er aan plannen is ook daadwerkelijk van een draagvlak. Wat me opvalt aan het plaatje, wonen, klimaatadaptie en energietransitie staan in de top 3. Maar dat komt ook omdat dat eigenlijk landelijke opgaven zijn. Hè? Dus dat zijn grote thema's. Dus die komen altijd groots in beeld. En die anderen die zijn eigenlijk wat veel meer gericht op lokale. Wonen zonder werk, dat is een ongebalanceerde samenleving. En economie is ook echt een rol van een overheid waarin die het niet zelf kan maken, maar wel kan faciliteren. En dat is een van de moeilijkste rollen die een overheid heeft. Dus we maken geen bedrijf. Elke partij zijn eigen autonomie heeft. Dat vind ik ook heel belangrijk. Dus we moeten ook onze rollen goed spelen. Vandaag de dag, als het gaat om overheid, samenleving, dat het ontzettend belangrijk is. En daar wordt nog wel eens aan getwijfeld. Dus ik ben blij dat jullie, of dat wij hier als bestuurders, dit woord met stip het meeste genoemd hebben. Want we kunnen van alles samen doen, maar als we niet hetzelfde verwachten, dan komen we toch bedrogen uit. Wel vind typisch Flevolandse woorden en dat wilde ik toch even benadrukken. Dat zijn pionieren, doen en lef, die staan heel gebroedelijk naast elkaar. Omdat van beide kanten er ook wat gevraagd en verwacht mag worden, dan moeten wij leveren, maar moet het Rijk ook leveren.
Daarom gebruiken we ook wel eens het woord contract. Nou, dat schijnt niet het goede te zijn, of zinnen we een ander voor. Maar dat we de afspraken zo concreet mogelijk moeten zijn en op en navolgbaar, is denk ik wel van belang om te voorkomen dat we blijven hangen in goede bedoelingen. Bijeenkomsten voor ons organiseren, breng ons in positie en dan zijn wij tevreden. We gaan ons best doen volgens mij.